geluid goed? Ja, prima. Vragen duidelijk? Ja, komt goed. Top. Dan gaan we in 3, 2, 1, actie. Hoe weet u wat voor weer het wordt? Wij bekijken het weer aan de hand van weerkaarten. Die staan allemaal op internet en bij ons op het werk, op kantoor. En die weerkaarten die gaan soms 10 tot 14 dagen vooruit. Eén zo'n weerkaart geeft aan wat op dat moment voor weer verwacht wordt. Dat kan nog wel veranderen. Vandaag kan er iets heel anders staan dan bijvoorbeeld morgen wordt aangegeven. Nou, die weerkaarten zorgen ervoor dat wij een weersverwachting kunnen maken. En op 1 of 2 dagen vooruit is dat vaak heel betrouwbaar. Dat betekent dat het vaak uitkomt. Heel soms ook niet. Dat moeten we eerlijk toegeven, want het weer blijft toch het weer. En hoe verder je vooruit kijkt, hoe onzekerder het wordt, hoe groter de kans dat een weersverwachting niet uitkomt. Hoe weet je wanneer er regen komt? Nou, met die weerkaarten kunnen we ook bekijken wanneer het zou kunnen gaan regenen. Nou, in de zomer heb je vaak buien, dan regent het soms korte tijd en heel lokaal. Dat is dat het op de ene plaats heel hard kan regenen en 2 kilometer verderop droog kan zijn. In de herfst en de winter zie je vaak grotere regengebieden die soms wel over het hele land kunnen trekken. Nou, die zijn veel zekerder, dan kunnen we wel zeggen van nou, in het hele land gaat het regenen. En dat wordt ook weer voor ons berekend door die weerkaart. En we zijn gestopt. Goed gedaan, Wouter. Ging goed. Yes, ging goed hè. Heb jij nou ook een vraag voor een van onze weermannen? Reageer dan onder deze video en wie weet behandelen we jouw vraag wel in de volgende video. En mis geen enkele video door je te abonneren via deze knop.